Ja, ik was daar een raampje aan het schilderen en ik hoorde toeters van de treinen. En ik keek eigenlijk gewoon automatisch uit het raam. En ik zag dat die auto helemaal meegesleurd werd. Die werd gewoon echt 3 keer zo rondom meegenomen, zeg maar, door de trein. Ja, het is gewoon vreselijk. Ik zie het eigenlijk gewoon voor mijn neus gebeuren. Ja, ik ben er zelf nog een beetje ontdaan van. En daarbij is 1 persoon overleden. Tot ieder spijt natuurlijk, ontzettend tragisch. En er is 1 iemand die uit de auto heeft kunnen ontkomen. Ja, nou ja, zover ik kon zien werd dat meisje, die, zeg maar, dat is een lesauto, die werd door de omstanders eruit gehaald. En die, en wat ik net hoorde is dat de instructeur zelf is overleden. Ja, ja. De ware toedracht van dit vreselijk tragische ongeval wordt nu onderzocht. Wat er precies is gebeurd, kan ik nog niet precies zeggen. Ja, wat ik hoorde is dat de lesauto afsloeg. En hoe het verder gebeurd is, weet ik ook niet zo goed. Maar dat is wat ik hoorde net. We moeten kijken, heeft alles goed gewerkt? Dit kan nog wel een aantal uur duren. Dus voordat het spoor weer wordt vrijgegeven, dan moet de trein weg. Dat zal deze middag nog wel even in beslag nemen.